We zijn weer op bezoek bij Luc Hermans in de Malitoren in Den Haag. Vandaag gaan we vragen hoe hij gisteren het WK beleefd heeft en wat hij vindt dat we als ondernemer kunnen leren van Bert van Marwijk. Ik heb hier gekeken in een horecagelegenheid in Den Haag, samen met een goede vriend van mij en een heleboel mensen onder ons heen. Ik moet zeggen, uitermate spannend, bloedspannend. Wat doet het met jou, wat doet het voetbal voor ondernemers? Nou, kijk, het is natuurlijk vreselijk dat mensen optimistisch zijn, een goede, mooi beeld hebben wat allemaal gebeurt. Dan zijn ze ook waarschijnlijk economisch gezien wat meer bereid om dingen uit te geven. Dat is goed voor de economie. Het tweede is natuurlijk, ja, het feit dat je überhaupt zo'n WK hebt met alle impulsen die daaruit voortkomen, is alleen maar heel erg goed voor de economie. Nou, ik denk dat we heel wat kunnen leren van Bert van Marwijk. Hij heeft veel talent in huis, maar daar heb je als bedrijf waarschijnlijk ook veel talent in huis. Maar je moet nog een team van maken. Je moet nog heel duidelijk focussen. Wat willen we bereiken? En niet genoegen nemen met iets minder, maar alleen met het allerbeste. En die focus daarop. En iedereen diezelfde kant uit krijgen. Al die afzonderlijke eigen baasjes, dat zijn natuurlijk toch allemaal, bij elkaar krijgen tot één team, dat is heel erg belangrijk. Hoe krijg je al die hele goede mensen in jouw bedrijf, zover dat ze gezamenlijk voor het ene doel van jouw bedrijf goed gaan werken. En daar ook volop in willen geloven. En als er eens een keer wat minder gaat, ach, dan probeert het opgevangen te worden door de rest. Maar iedereen weet wat zijn taak en zijn plicht is. Dat is heel erg belangrijk.